Nou, dat is nog de Antonius Breinstraat. Daar gingen we verhuizen. Dat is dus de jaren 1966. En 70 vertrokken we. 66 tot 70, maar 70 vertrokken we. Dat bijzondere plafond met het lofwerk. Nou, de boel ligt her en der door elkaar, want we gaan vertrekken. Ook in het huis wordt gesloopt. De schoorsteen, mama schoorsteen, de grote voorkamer. De jongens mochten nou op de muur tekenen, want we gingen weg, het werd toch gesloopt. Dat deden we dan ook. En dan krijgen we de verhuizing. Daar staat mijn wagen achter. Kijk, en dat is onze verdieping, de boel gaat eruit. Beneden woont een Chinees nog. En boven woont Griet nog. Wij gingen het eerste weg. Daar staat mijn wagen. René. Bij de Volkswagen die we toen ook al hadden. Nou, prachtig uitzicht op de Mondelbaanstoren. We zijn allemaal weg nu. Alles is weg daar. En zo was het. Zo was het toen we er gewoon de één blinde muur hadden, die hele grote bovenverdieping met een huis wat in totaal 35 meter diep was. Met het achterhuis erbij. Dit is op een zonnige zondag in de jaren 60. Dat is echt niet zo nawonen hoor. Dat is onze verdieping met die gordijnen daar. Het balkon. Nou. De fietsen die beneden stonden. Het entree, dat was niet zo fraai. Het bedrijf zat er nog onder. Daar woonden de Chinees en zijn vrouw. Dat was onze verdieping. Dat was een zondag. Je ziet hoe rustig het nog was met het verkeer in de jaren 60 bij ons. De trambaan was er weliswaar. Was vervangen door de bus inmiddels. En daar is de bus. Oh, 1966, zomer 1966. Nee, dat is 70 al. Het is dichtgespijkerd bij ons al. Het is afgelopen. Dat was 66. Dit is 1970. En dan zien we ook dat dit huis afgebroken wordt waar we in woonden. Successievelijk verdwijnt alles. De boel wordt kapot gemaakt. Later bleek ook dit de eerste jaren overbodig, maar dat is weer het beleid van Amsterdam geweest. Huisje van Gosler, al die huizen zijn weg, die waren nog betrekkelijk goed en nieuw. We hebben de Jodenbreestraat en daar gooien ze de planken van ons huis af, van het huis waar wij ook woonden. Duidelijke zwarte kanalen zien van onze schoorstenen. Nou, het is al afgebroken tot de eerste verdieping. Zonde. Maar ja, men schreef dit voor en die had niets te vertellen. Dus ze zijn druk bezig met de afbraak. We zien nog de binnenmuren. En steeds verder rukt de slopershamer op in het oude Amsterdam. Daar woonden we. Tegen die muur aan. Hier kun je duidelijk de schoorsteenkanalen zien. En nu 1967 ziet het er zo uit.
een kale plek, maar niet meer die geweldige smeerboel. De Zuidertoren in de Zandstraat. De kerk is inderdaad mooier vrijgekomen. Niet te weten dat mijn voorouders er ook lagen, later pas achtergekomen. We hebben het grachtje, we hebben het huisje van Goslar, dat staat er nog. Het entree is inderdaad veel mooier en vriendelijker geworden. De kerk is ook veel beter te zien. Nou, dan zit het Pamseveense weg. Dat was eigenlijk een goede plaats. Hele goede plaats waar we ons echt thuis gevoeld hebben. En daar zijn we binnen. Antoinette speelt daar. Met Ria samen doen een spelletje. Hartstikke leuk. Of kleuren, wat zijn ze aan het doen? Want we zitten in de middenkamer. En dat was ons uitzicht. Een heel eind keken we achteruit voordat we buitenveld het zagen. De rest was open terrein. Dan konden de jongens stoeien en spelen en rommelen en dieren. Nou, de auto, een van de Townersen. Die wordt hier gewassen. En alles nog in de jaren 60 dus. En daar kwam het meisje dak op. En daar is de kraai, Jeroen. Hans de kraai, vreselijk maar gelachen. Hij kwam altijd naar je toe, op je kop zitten, gapte alles. Haalde streken uit, ging weer weg, kwam weer terug, tikt aan het raam dat hij binnen wou. Hier zie je een knoeien met een luciferdoosje. Gooi die al de lucifers, gooi er niet eruit. Dan krijg je altijd van elkaar weer. En René, de grote vlieger die hij gemaakt had. Groter als hij zelf. Oh, René maakte allerlei dingen ook, hè. Nou, daar gaat hij. Ongelooflijk. Had het toch maar weer voor elkaar gekregen. Nou, dat was dan de hut van de jongens. Die had Hans dan in de eerste instantie gebouwd. Dan hebben we René met zijn konijnen. René had konijnen, hartstikke leuk. Was er gek mee, maar wij ook wel. En nou zijn ze aan het tuinieren. We woonden nog niet zo lang en hebben ze boompjes neergezet en allerlei dingen. En rhododendrons en planten. Mijn vader was eindeloze auto, dat deed hij toen nog. En daar komt Hans aanrijden op de brommer. Nee, dat ben ik zelf met Antoinette achterop, dat heb Hans gefilmd. Antoinette touwtje springen op de binnenplaats voor de tuin. Van bovenaf gezien. Daar zijn de jongens druk bezig nog in de tuin aan het spitten. Die rode dendels die heb Hans erin gezet met hulp van René, daar staat er alleen. En prachtig hebben ze gebloeid, het is ontzettend mooie tuin geworden. Toen was het nog wat kalig. Nou, en dan begint het gedonder al. Er wordt een geheid. Je dreunde je huis uit. Want je had maar te verdwijnen. Omdat de dure flats kwamen, die moesten uitzicht hebben. Ze mochten niet op die huizen kijken. Kijken ze makkelijk overheen hoor, maar... Daarom moesten we dan weg. Beleid van Amsterdam, weet u wel. En René had een auto gebouwd. Hij bouwde van alles. Dan heb je een auto gebouwd. Hartstikke leuk. Bestuurbaar en al. Nee, dat had hij weer goed voor elkaar. Nooit hulp nodig. En daar is een autobaantje waar ze mee speelden. Daar speelt Hans mee. Dat is een autobaan, ja. Die ook had er toestand van gemaakt toen. En daar is René bezig met zijn huiswerk. Helder kopje hoor. Hans is met elektronica. Die bouwt zijn eerste radio. En René en Antoinette zijn met de Lego bezig. Daar konden ze uren en dagen mee bezig zijn. Er was nog een vriendje bij. Wat voor alles werd ervan gemaakt. En dat is Jeroen weer. Dan gapt hij met de bak, kijk maar. Lepeltje wordt gegapt, van alles pikt er niet, dan ging je ergens anders neerleggen, je zocht je wild. Jeroen, de kraai. En dan zit hij bij Hans op de schouder. Nou, we hebben wat gegeten, ja, er werd altijd gegeten ook. Dat ging geregeld door. En daar is Antoinette weer tekenen en kleuren, dat vond ze geweldig nog.
En de bouw ging door. Je had geen kans. Je werd eruit gedreund, letterlijk. Maar we hadden nog een jaartje te goed. En daar zien we René met zichzelf zitten. Aardige trucage, twee René's. Een tweeling dus. In de achterkamer voor de serre. Praat hij ook nog tegen de ander. Zie je dat? Ja, hij geeft antwoord. Legerplant aan de Nobel zit er hier in plaats van René. Hier kunnen we zien dat het trucage is. Dat konden we juist niet zien. Nou, en dan begint de steenwoestijn op te rukken. Ons plat van de machinekamer. Een garage zagen we. Nou, en dat gebeurt er achter ons. Er blijft niets over. Dat was de kamer van Hans. Hans had altijd bijzondere drachten, gekke dingen trok hij aan, vond hij prachtig. Allerlei toestanden kon je natuurlijk daar vinden, er was een poortje gebouwd. Maar letterlijk allerlei toestanden kon je daar vinden, aan de wand en opgestapeld. Het uitzicht, ook voor hem, was het uitzicht verpest.